Dag meneer Renaud, meneer de Graaf van Beervilde. Terug uw tuindag straks. 50ste editie, gouden editie. Iets speciaal gepland? Ja, 50ste editie, dat is 2 keer per jaar, dus 25 jaar dat we bezig zijn. Ja, we moeten altijd een thema hebben en bij een gouden jubileum hoort goud. En dus goud in de tuin is het thema. Een pak exposanten hebben planten gekozen die aurea, dus goud in hun naam hebben, die goudkleurig zijn, goudachtige kleuren hebben in de winter enzovoort. En andere exposanten die niet met planten komen, kunnen ook rond dat thema een mooie stand bouwen. Mensen die heel speciale dingen gaan doen, volgens wat ik gelezen heb in uw eerste persmededeling? Ja, er zijn een aantal exposanten die sympathie hebben voor wat we hier doen. En zo is er een koe die een speciale vlekpatroon zal hebben en kunststof, wel te verstaan. En dat is een van die kleine nieuwigheden. En een exposant die hobby-serre verkoopt, zal ook zo een serre verloten, denk ik, ter gelegenheid van die 50ste editie. Ja. Heeft u gouden vingers? Ja, nee, ik ben al gelukkig met groene vingers, hopelijk te hebben. Maar nee, onze inspanning nu was een mobiele website te ontwikkelen. We proberen niet alleen maar naar het verleden te kijken, maar in de toekomst te investeren. Het schijnt dat veel mensen nu de website via hun smartphone raadplegen. En die moeten een aangepaste versie daarvan. En we hebben ons geconcentreerd op wat onze exposanten bieden. Dus als u komt, u zegt wat ik graag zou zien is dat of dat. Inbegrepen bijvoorbeeld kinderanimatie ofwel lekker eten. U wijst u de weg. Ja, voilà. U heeft ook een gouden gravin, hè? Die doet ook iets met goud. Het is waar, het is waar. Dat valt mee. Maar inderdaad, mijn echtgenote verkoopt orchideeën die verguld zijn eindelijk. En bij orchideeënliefhebbers is ze veel gevraagd, want die mensen willen natuurlijk een juweel die iets met orchideeën te maken heeft. En daarvoor wordt ze gevraagd, een beetje overal in Europa. 11, 12 en 13 oktober? Ja, zoals altijd, van 10 tot 17 uur. En laat ons hopen dat het mooi weer zal zijn. De laatste keer hadden we weer een keer 20.000. 20.000 is de cijfer die we bereiken bij goed weer. Gans het park toegankelijk? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. En bij het programmaboekje is er een planneke om de mensen aan te sporen. Niet bij de kramen te blijven, maar echt te genieten van al het rest die wij met veel energie en tijd en plezier onderhouden. En als de mensen daar niet gaan lopen tijdens de tuindagen, dan zijn we teleurgesteld. Ja. Ik hoor een kleine zucht. Is er veel werk aan zoiets voorbereid? Ja, het is heel wat werk, ja. Engelsen, die weten waarover ze spreken. Ze hebben me gevraagd of ik ooit gehoord had van die hond die achter zijn staart loopt. Meer hebben ze niet gezegd. Meteen duidelijk. Bedankt, meneer Renaud.